of de ijs. Ja, en deze dan? Ja, maar die heb ik pas met Justin nog gedaan. Oh, oké. Okay. Nee, dan. Dan is het goed. Dan ga ik gewoon de stream starten. We zijn er weer! Hey! Ik ben hier samen weer met Milan en we gaan weer lekker Mario partyen. En ik ben hier samen met Sander en we gaan weer Mario partyen. Ja. Ja. Zeker. Misschien is het een idee om gewoon weer Luigi en Yoshi te pakken. In mijn layout staat dat ik Yoshi ben en jij Luigi. Dus ja. Ik ben Yoshi en jij bent Luigi. Dat lijkt me een goed idee. En we doen E-Get, want waarom niet? Precies. Oké, ik ben Yoshi. We doen... Boo mag meedoen. En Toad mag meedoen. Ja. Prima, nou, G-Man. Ready to play? Ja, natuurlijk ben ik ready to play. Wat denk jij dan, Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is een van de weinige banen waar ik niks meer van weet. Omdat we deze nooit speelden. Want ik weet dus ook niks meer van deze baan. Misschien als dat ik er ooit iets van geweten heb. Ja. En misschien dat ik nog vanzelf wel achterkom waarom ik deze baan nooit speelde. Ja. Oh, oeps. Deed jij dat nou? Ja, dat deed ik. Deze man zit gewoon... Tjong. Oké. Okay. Ah, ik ben als laatst. Zoals het hoort. Mag ook wel een keer, want jij bent altijd een van de eerste twee. Ik ben altijd derde voor mijn gevoel. Vorige keren wel, ja. Vorige paar keren dat ik kan onthouden. Maar je zult vast ook wel een keer niet derde geweest zijn. Nee, we hebben zoveel potjes verloren, gedaan. Ja, voor de kijkers. Het is 7-0 op het moment. Dat hoeven ze niet te weten. Dat hoeven ze niet te weten. Ze genieten ook als ze niet de stand Misschien moet ik dat even in mijn titel zetten. Nee. Oh ja, nee, dat mag. Oh shit, ik heb niet aangepast dat we Mario Party 6 spelen. Oeps. Oh, ja, nu word je geband op Twitch. Want dat is verkeerde game. Zou maar kunnen. Vroeger kon je ook geband worden op Twitch als je, hoe heet het? Als je geen game speelde. Echt? Ja. What the fuck? Dat was wel echt 2015 of zo, of 2014, maar... Toen was het wel een vereiste dat je per se moest gamen. Dat vind ik echt heftig. Ja, dat is het ook. Ik vind het wel leuk, die in real life streamers. Jawel. Op streams. Ik vind, dat mag er op zich wel bij komen. Oh, ik kom weer op groet. En nu ben ik met Toad. Nu ga ik vast dood. Dat ruimt allemaal. Burn style. Nou, dat klinkt wel als dood, ja. Ja. Eigenlijk. Oké. Oh, god. Dit is niet zo moeilijk. Dit kan ik. Let's go, boys. Ik kan dit. Wee. Go! Ik weet alleen niet wat de goede timing is. Ah, dat nou, dat dus niet. We zien dat jij dat niet weet, Sander. Ja. Dit is waarom Mario Odyssey touwtje springen dus ook niet kan. Hé, hey, hij sprong niet! No, ik ben genaaid. Bezig, Toad! Lekker bezig! Dank je zo wel winnen, Sander. Ik vind dat wel erg, maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan de game niet aanpassen. Ik hoor leugens. Oh ja? Oké, nou dan doen we een andere game. Welke game wil je spelen? Nee. Pokémon Sword en Shield? Nee, die ga ik niet doen, man. Nee? Ja. Nee, niet nu. Dit moeten we nog een keer cage locken. Ja? Dat is een game die we oprecht kunnen cage locken als we zouden willen. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Dus wanneer? We hebben nog zoveel series in het vooruitzicht. Laten we eerst Ultraman afmaken. Ja, dat is misschien wel een slim ding. Ik zag net een map. Achter Boo. Dat klopt, ja. Dat is de eerste keer dat me dat is opgevallen, maar dat maakt niet uit. Gaat hij een bom plaatsen? Echt, dat je zo wil winnen. Oh, had ik de minigame nou wel gewonnen? Oh, dat maakt nu toch niks meer uit.
Ik raakte al geld kwijt. Waarom moest ik nou weer zoveel gooien dan? Ja, hé, je deed het zelf. Ah, nee. Oh ja, want daar heb je effect op. Ja, ja, toevallig wel. Kamek. Oké. Okay. Oh, maar ik kom langs jouw boom. Ja, dat weet ik. Dat was ook de bedoeling. Dus dan krijg ik sowieso... Niet als ik naar boven ga, maar... Ja, waarom zou ik niet naar boven gaan nu? Dat je zo misschien wil winnen. Is wel iets langer. Maar... Nee, het maakt echt gewoon niks uit. Jawel, want zo ben ik niet geraakt door de bom. Ja, nee, ik bedoel, qua lengte maakt het niks uit. Oké, okay, Toop mag niet winnen. Oh, we zijn gezellig. Ik ga alles aan doen dat we verliezen. Jump the gun. Hoorde wat ik zei, Sander? Jawel, maar dat hoeft niet. Oh, dat ging nee. Zo goed. Dat ging zo goed de vorige keer. We moeten trouwens... Nu ben ik later. Dus nu ben ik degene die schiet, denk ik. Oké. Okay. Oh, nee. Oké. Okay. We moeten trouwens heel even kijken... of de Rumble uitstaat. Rumble? Ja, het bewegen, zeg maar. Rumble van de... Nee, fuck! Ja, dat ligt niet aan jou, hoor. Dat is gewoon kut aan de game. Ik wil dan steeds een klein stukje... Oh, fuck. Oké. Okay. Ah! Damn it! Gaan we dit winnen? Please, zeg maar dat we dit gaan winnen. We staan al achter. Fuck! Nee! We hadden kunnen winnen. Nu gaat het niet meer gebeuren. Sander. Fuck. Je was er nog bijna ook. Ik hoopte dat ik een super jump kon doen en dat we dan toch hadden gewonnen. Nu heeft Toad de ster. Fijn. Leuk. Nee, fijn. Ja. Leuk. En nu heb ik nog gewoon mijn best gedaan ook. Ik sta echt wel dik laatste. Ja, nou, dat mag ook wel een keer. Je weet dat dit... Je bent altijd eerste geworden, gast. Sander, je weet dat je jezelf nu jinxte. Want uiteindelijk word ik dan gewoon alsnog eerste. Dat is wel hoe het altijd gaat. Als je dat maar weet. Oef. Mag ik zo'n oevers in de chat? Oevers in de chat. Daar doe ik het voor. Waarom zo ver? Omdat ze een hekel aan ons hebben. Wat een sukkel. Dat is echt kut. What the fuck? Ja. Wat? Oké, zo kut is dat niet als je zoveel monies krijgt. Nee. Nee, zo ziet het er niet uit dat het kut is voor hem dan. Ja, dat is ook zo kut dat als je zelf op die lopende band staat, dat iemand anders je dan ook kan naaien, weet je wel? Ja. Dit is wat in het leven. Mm-hmm. Dat is dus waarom jij deze map nooit speelt. Aha! We got him. Ladies and gentlemen, we got him. We got him. Ah, 2. Hoe? Vraagteken. Hier mag je zelf kiezen of je gaat. Viewport, waar ga ik naartoe? Centraal station. Oh! Dat je zo wil winnen, Sander. Pog. Ik hoop dat je moet betalen. Zo'n pogers in de chat. Ik hoop dat je moet betalen. Dat denk ik niet. Want anders dan hadden ze dat wel gezegd. Sure, maar dat kost 10 coins. Yes! Doe even zo'n coin game. Ja, dat mag voor mij. Throw me a bone. Oh nee, die is kut. Volgens mij ken ik... Ja, deze weer gedaan. Ik zat mijn katten te fucken. Dat weet ik nog. Oh ja, toen gaf hij je katten de schuld, ja. Dat is te... Zo ben jij, Sander. Dat weet je toch wel? Ja, ik wist dat jij zo was, sorry. Dat had ik wel moeten weten, inderdaad.
Op zich gaat hij nu best goed. Heb jij die versus gezien van de three-way versus van United Gamer en Finny en Game Boy Luke? Dat is van bijna een jaar geleden, geloof ik. Ja, sowieso wel. Alleen, ik weet niet of ik er nog veel van kan onthouden. Oké. Ja, op een gegeven moment ging Finny echt helemaal... Werd die zo boos. Ja, dat... Hoe dichtbij ik stond. Oh, wat kut. Nou ja. Ik heb wel mijn best gedaan. Hij werd zo fucking boos. Want hij liep echt de hele tijd achter. En hij had echt een kut team. En hij was daar heel erg boos over. Alleen hij liet dat niet blijken. Alleen toen moest hij uiteindelijk tegen een Reggie Steele. Die waarschijnlijk Explosion heeft, zeg maar. Dus toen werd hij daar fucking boos over. Alleen toen dachten we dat het klaar was. En toen probeerde hij een ground move te doen. Alleen toen had hij ook nog eens levitate. Toen werd hij helemaal boos. Dat klinkt wel als Finny. dit wordt hem niet. Nou. Hater. Wie zegt dat het hem niet wordt? Simon. Oef. Oké, dan maak ik er dit van. Dit wordt hem misschien, boys. Ik had dit wordt hem gezet. Ah. Nu zet ik hem op, dit wordt hem misschien. Ja, ik weet dat mijn titel is. Ik vind het gewoon niet leuk dat je zegt van dat het wel, hem niet wordt. Wel fijn dat je dat nu makkelijk kan doen, hè? Ja, chill. Super chill. Wauw, 1. Gooi ook even 1. Nee, dank je. Oh, 10. Tuurlijk. Oh, lekker bezig. Ik ben geweldig, baby. Ik weet nu niet. Misschien kom ik wel op een Bowser-vakje. Dat kan ook nog. Het is wel nacht. Dus het zou kunnen. Dus. Dat je zo wil winnen. X-Star is precies bij Milans. Natuurlijk. Nee. Helemaal niet. Sowieso wel. Ik ken jouw geluk, man. Ik sta helemaal bovenaan en die ster is in het midden. Ik ben echt zowat het verste van de ster af. Yes. Even kijken, ik ben even bezig hoor. Vraagteken. Sorry hoor. 1, 2, 3. Oh, zie je had ook nog geluk. Blauw. Hoezo? Waar je heen geteleporteerd werd, want er is daar nog eentje. Er is nog? Oh, dat is die vraagteken. Ah. Oh, dan ga ik het gewoon nog een keer doen. Misschien kom ik nog wel weer. Ja, misschien moet ik dat nu niet doen trouwens. Want ik heb nu niet zoveel dingen. En ik kom er sowieso niet op. Nee. Ik zat verkeerd te tellen. Shit. Ik kan niet tellen, jongens. Help. Rip. Zonde dit. Treasure Trawlers. Ik heb geen idee. Hadden we nou maar de ding ingesteld. De Rumble. Oh. Ja, gelukt dus. Vermoeiend. Ja, dit weet ik nog van de vorige keer. Ik dacht dat ik hem niet kende. Spoiler, ik ken hem wel. Ja, de vorige keer was het ook al kut. Ja. Hé, hey, maar Boe en Toad hebben ook niks. Nevermind. Doordat ik niet op Toads naam kon komen, heeft hij wat. Oh, jij hebt ook al iets. Of moet je gewoon die vissen? Nee, toch? Nee, je moet niet die vissen. Nee, oké. Nee, voor zekerheid. Hebben we nou allemaal 1? Nee, Toad heeft 2. Had dit een time? Oh, jammer. Was wel grappig geweest als het een tie werd. Dat iedereen won. Dat zou wel grappig zijn. Maar... Nee, doe ik niet. Ook heb ik Toad op hard gezet? Mogelijk. Nee. Waarom doet hij het dan zo goed? Tja, wat zal ik daarop zeggen? Toad, doe even pech hebben. Please. Oké. Hij staat wel weer heel dicht bij de ster, overigens. Shit, en hij kan hem ook nog betalen ook. Wauw.
Wauw. Oké, maar gaat hij nu elke keer... Oh, dit is kut voor hem. Ja, dat is... Ik heb geen medelijden met hem. Hij heeft nu wel letterlijk 0 coins, maar... Oh, moet hij ook nog een orb wegdoen. Waarom zou hij die weggooien? Die is best wel goed. Yep. Oké. Ja, maar ik kan het nooit halen, volgens mij. Dat zie je alleen op de map. Nee, ik kan het nooit halen. Niet eens op het bouwvakje. Wat een geluk ook weer, hè? Van Milan, altijd. Oh, tuurlijk. Het gaat echt ruk. Ach, dat is niet slim. Dat zou wel een Sander move zijn. Nou, misschien. Oh, 3 coins in de orb. Let's go. 9, ik ga het lekker qua dobbelen. Ja. Hoeveel had ik? 4. 4. Oké, 1, 2, 3, 4. 1. Oké, sowieso beide een blauwe. Dus ik ga gewoon bovenlangs. Oeh, ik kan op die... Ja, dat doe ik dat. Wat? Wow, wat gebeurt er? Boys, we worden gehackt. We worden gehackt. Van die ransomware is dat, denk ik. Ik denk het ook. Zo van, jij wilt winnen met Mario Party? Moet je even €10.000 overmaken? En dan komt alles goed. Oké. Ja, dat is jouw last resort. Dat zou ik wel doen. Als ik het geld had. Dat heb ik niet, maar... Take a photograph. Wacht. You have one shot to capture as many Goomba... UFO's or Shy Guys. Oké. Ik snap er geen hol van, maar we doen wel wat. Gewoon dingen fotograferen of zo. Je hebt toch maar 1 shot? Yep. Heeft iedereen er nou 2? Behalve Toad. Lekker voor hem. Dat mag ook wel een keer. Dat Toad geen geluk heeft. Dat is weer veel geld in de game. Jij hebt altijd veel monies. Ja, dat komt omdat ik spelletjes win. Dat is niet waar. Hoeveel spelletjes heb je nou echt gewonnen? 2. Hier. Dat is helemaal niet zo heel veel. Toad heeft ook 2 gewonnen. Waarom doet hij die blok als hij letterlijk... Hij heeft sowieso toch al dus... Ja. Nou, daar komt zijn niet hard mode kijken. Ja, oké. Okay. Ja, dat zal het zijn. Serieus. Oh, dat is nog wel eventjes... Volgens mij heb ik dan de verkeerde keuze gemaakt. Volgens mij waar ik nu sta... Ik haat deze game. Daarvoor. Ja, dat is heel ongunstig. En hij is... Ik denk dat hij er al wel weer is. Hij ja, kan niet maar hij, ja, hij heeft niet zoveel groot. Wat doet een Metal Mushroom Orb? Dan kan je niet geraakt worden door orbs die op het veld liggen. Nou, dat is wel redelijk. Oké. Okay. Dus. Dit is wat. Oké. Okay. Nou, gaat hem ook sowieso niet komen. Als Toad er al niet kwam met zijn aantal handen. Gaat die Boe nou ook weg? Nee, toch? Dat boefvakje waar die op kwam? Nee, volgens mij niet. Wat is X? Dat is X. What the fuck? Wat een raar knopje voor X. Oké. Bij mij is WX.
Dus. Hebben. Mij is C. Waarom C? Ja, dat weet ik ook niet. Dit is echt gewoon kut, zeg maar. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Niet op mijn Christian PG Minecraft channel. Geen gevloek hier. Kut. Zo. Wat is dit? Krijg ik monies? Transform some orbs? Oh, dit was niet mijn bedoeling. Dit is kut, want ik had gewoon goede orbs. Wat zijn we nou doen? Wat is dit? Holy shit. Je krijgt er ook money voor. Ik dacht dat je er andere orbs voor terugkreeg. Waarschijnlijk omdat ik dus goede orbs heb, krijg ik 50. Omdat ze in de shop waarschijnlijk 30 en 20 kosten. Ah. Dat was wel de moeite waard. Hier. Ja, zeker. Oh, dat was echt niet mijn bedoeling. Oh, ik had mijn leven dat ik dat nou weer gedaan heb. Waarom ja, maar ik wist dat toch niet, Sander. Doe eens niet zo onaardig. Hier, ik krijg ook weer coins voor niks. Hé, dat mag ook wel een keer. Oh, tuurlijk. Staat gewoon tweede. Ja, nou. Met wie ben ik? Oh, ik moet echt winnen, want Boe is vierde, dus. Bodybuilder. Wat gaan we bouwen? Een body. Een body. Van, ja. Van een ding. Hoe noem je dat? Oké, je moet gewoon jumpen om het goede ding te maken. Ja. Het is alleen kut dat je met de computer zit. Ja, dat is echt heel kut. Okay. Moet hij nu... Oké, en... Oh! Oeps. Wat zijn we aan het doen, Toad? Ah! Ik doe net iets te laat of zo. Reacten. Kut. Ja, op tijd. Kom op, Toad. Ja. Ja. En boom. Het was voor klap, mijn gol. Ja, ik heb ook een keer een minigame gewonnen. Denk je zo wel in. Nou, je kunt... Jullie waren ook dan gewoon slecht bezig. Want ik had de eerste keer echt... De eerste twee keer dat het mijn beurt was... had ik alle twee net verkeerd gegooid. Oh! Maar nu krijg je orbs in andere orbs. Ja. Dus, Je moet het ook maar weten, hè? Ja. Ja, dat zeker. Dat is wel handig op zich om het te weten. Wordt wel gewaardeerd. Oh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik niet heb gewonnen. Anders had hij nu 3 sterren gehad. Ja. Dat deed ik expres. Ja, soms is dat heel handig om tactisch te verliezen. In minigames. Dat deed ik op de DS ook wel. Als ik dan met degene die eerste stond. Ja. Dan ging ik expres verliezen, zodat hij dan niet genoeg coins kreeg. Wat vaak ook nog best moeilijk is, want als je de bots op normal hebt staan, is het soms oprecht moeilijk om, om je best te doen met verliezen. Ja. Kamek, if an opponent lands on it, you get one or he has placed on the board. Ik kan hem op Toad zijn ding zetten. Gaat hij dan weg? Dat is een goede vraag. Ja. Lekker voor hem. Loser. Sukkel. Ik ga gewoon naar boven, want dan heb ik sowieso... Oké, dat was niet handig. I'll swap your place with Boos? Never mind. Wauw, dat je zo wil winnen, Sander, weer. Hey. Ik deed het niet expres. Oeh, ik ga wel op een... Wat is dat? X-viewboard. Oeh, dat is een fan. Waarschijnlijk... Ah, dit is kut. Waarom precies 3? Of die fan zorgt dat hij
ster, maar dat is ook kut. Maar als je die kant op gaat, dan ga je er sowieso voorbij. Misschien kan ik die fan nog cancelen, maar ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een... Ah, je mag kiezen. Wauw. Suck some coins. Oh. You want to use my Devious Wealth Suckage apparatus to steal coins from your rivals? Suck some coins, baby. Oké. Okay. Ja, misschien word ik al weggeblazen, maar... Tap to hold on. Ja, ik tap toch. Nee, dit ik is tap... voor mij, hè. Dit is niet voor jou. Oh. Oh. Ik dacht al. Dat is fucking jongen, moeilijk. Ik ben aan het tappen. Sander, dat je zo wel winnen. Doe nou niet zo haterig. Jawel. Ik ga ook een keertje niet helemaal kut en meteen wordt het zo gedaan. Oh, ik ben in mijn eentje. Ja, kan ook voordelig zijn, kan ook voordelig zijn. Stage fright. Stage fright. Ik heb geen idee welke dit is. Oké, ik moet move en jullie moeten ballen schieten. Hij moet die helemaal kapot schieten. Deze hebben we al een keer gedaan. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou. Tot zover. New record! Nou, dat ging wel snel. Al een speedrunnetje. Ja, ik wou gewoon snel door naar de ster, zeg maar. Dat ik die ster krijg, dat ik dat chill vond. Dus. Waarom krijgt hij nou weer geld dan? Ja, dat staat in die orb verstopt schijnbaar. En dat is helemaal niet leuk. Dat dat in die orb verstopt zat. Wauw, dat ook nog. Komt hij er ook nog eens op? Wat dan? Dan ben ik straks alsnog niet de eerste. Als ik die ster straks krijg. Waarom doet hij een mini-blok? Nee, dat is geen mini. Ja, gooit 10 en dan haalt hij in en dan... Ah, laat maar. Ja, dit is fucking dom geweest. Dit is fucking dom geweest, zie je dat? Ja, dit... Dit is waarom die op normal staat, zeg maar. Dit is echt extreem dom gewoon. Zo zie je weer dat die op normal staat, zeg maar. Ah, hij heeft nog 3 coins over, gast. Dat is gewoon nog hartstikke goed. Oh, nog meer coins. Alsof je niet genoeg coins had. Oh, weer als jij nu bij de ster komt, hè. Als jij 30 gooit of zo. Oké. Oké, rustig maar. Ik denk ook nog wel dat jij hier kunt komen. Ik denk het ook. Nee. Don't fuck with that. Oh, en sluggish. Nee, ik denk het net niet. Nee. Wauw! Yes. Godverdomme! Oh, geen... Oh, nee, ik ga sowieso 2 gooien. Ik ken mijn geluk. Ik ga 2... Oh, ik ga 2 gooien. Ik durf niet eens meer te kijken. Misschien moet ik wel kijken, want dan... 7! Wat een kutspel, zeg. Yes. Nou, hey, niet zo salty doen. Dat deed ik ook niet toen ik... Wat zeg je nou? Dat deed ik ook geen enkele... keer van de 7 keren dat ik verloor. Dus dat mag jij ook niet. Sure. Shop in Orb Hut. Ah, op zich kan ik wel shoppen. Maar even shoppen. Doe shoppen. Oeh. Anyone who loses... Dit is allemaal use on space. Waarom staat het er dan bij? give you half of their... Omdat het ook zijn dat het use on yourself is. Ja, oké. Maar het is nooit use op een tegenstander. Nee. Ik denk Gaze, die is lekker budget. En toch wel redelijk goed. Dus Lekker voor je. Oeh, dat doet pijn. Maar ik ga sowieso...
Ik denk dat ik de Red Space weer ga hebben. Als we die ster krijgen. Gondola Glide. Dat. De Glide. Deze hebben we ook eerder gedaan, toch? Oh ja, deze fuckten we echt up. Deze verloren we van de computer, weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Oké, dus je moet A en B switchen, of moet je nou A... Je moet, je moet indrukken welk knopje er staat. Oké, ja, dit komt helemaal goed. Hoop ik. Boe is het weer aan het verzaken, hoor. Ja, dat zal wel. Bij mij is Toad ook niet heel erg goed bezig, hoor. Oh, je zijn net iets eerder. Ik denk als wij dit samen hadden gedaan, deze keer dat we wel hadden gewonnen. Ja, dat denk ik ook. Want de vorige keer was ik steeds te vroeg met de volgende indruk, zeg maar. Ja, en het voelt ook niet helemaal goed op je toetsenbord om dat te doen. Nee. Van, ik wil mijn toetsenbord niet slopen, weet je wel. Zo'n gevoel krijg ik. Ja. Ja, precies. Dat is op zich wel handig. Als het toetsenbord niet gesloopt wordt. Gaat hij dit doen? Ik zou het... Ik weet niet welke orbs die heeft trouwens, dus ik weet niet of ik het zou doen. Krijgt hij straks zo'n flutter orb dat hij naar de ster gebracht wordt? Oh, dat zou kut zijn. Voor ons. Welke? Mr. Blizzard? En Super Shroom Orb, oké. Okay. Alleen hij staat wel weer fucking dicht bij de ster, hè? Alweer? Ja. Waarom houdt hij nooit eens op? Niet vanzelf. Ja, het is op zich best een klein bord voor mijn gevoel. Ja. Alleen ik sta elke keer ver van de ster vandaan. Ik ook wel hoor. Oh ja, jij hebt er gelukkig maar twee al. Alleen, ja, ik heb steeds geluk dat ik goed terecht kom. Daar ga je, Zander. Ja, dan krijg ik ook geld, of niet? Ja! Jij krijgt nog meer geld ook. Meer. Wat is dit nou? Oh, dit is zo leuk. Oh, geniaal. Vier is wel gunstig. Dan krijg je zo'n Donkey Kong minigame. Alleen moet ik even de timing uitzien te vogelen. Nu, ja. Precies. Alsof jij nog niet genoeg coins hebt, maar... Ja, maar je betaalt er ook 20 voor, dus dat ga ik niet doen. Dat is waar. Waarom kost die dan 20? Want... Ja. Dan heeft het nul zin. Ja, misschien... Vaak zit er natuurlijk wat ook in. Wat van die coins. Ah, dan mag iedereen meedoen. Yes! Ah, één banaan. Oké, het is iets. Je moet blij zijn met wat je hebt. Dan is Donkey Kong helemaal niet leuk als de rest ook meedoet. Ja, ik ben ook altijd gewend dat Donkey Kong eigenlijk... Ja, in Mario Party... Ja, in Mario Party 7 is het... niet altijd, maar heel vaak ook singleplayer, zeg maar. Ja. Dat is leuk. Maar dit is gewoon gelukt, toch? Ik weet eigenlijk de knopjes nu niet. A en B. Maar volgens mij moet je vooral A. Ik snap deze hele game niet, Sander. Ja, ik ook niet. Dus volgens mij is het gewoon geluk. Nou, ik had geen geluk in ieder geval. Hoewel. Ja. Leuk spel. Ik heb 3 coins. Ik weet niet. Ik ben er tevreden mee. Weet je, anders had ik niks gehad in jouw beurt. Dus nu krijg ik 3 coins. Daar doe ik het voor. Waarom gaat alles zo slecht vandaag? Met deze game. Ja, weet ik niet.
denk ik dat doe. Ik weet niet of het gunstig is om dat te doen, maar... Je moet toch iets, hè? Je moet toch iets. Oké, okay, waar is de ster? Oh, die staat... Ik sta achter. Oké. Okay. Ah, nee. Dan... X-viewport. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe werkt dit? Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als ik bovenlangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 3, weet je wat Davina Michel zou zeggen? Ja. Dat weet ik. Nou. Maar daar hebben we het liever niet over. Ah, oké. Okay. Twee woorden, 9 letters bedoelde je zeker? Ja. Nou, oké. Okay. Sunday Drivers. Maar het is... Dinsdag vandaag. Jij moest even denken, hè? Ja. Je hebt vakantie zeker. Ja. Ja. Ik had vannacht... Ik was tot... Mogelijk tot 3 uur opgebleven... Omdat ik een serie aan het kijken was. En toen zag ik dus staan van... 18.8... Dat spul kwam van Nintendo. Toen dacht ik... Oh, dat is gewoon vandaag al. Of morgen bedoel ik. Nou, niet beseffende dat... In theorie was dat zo. Het was wel zo. Alleen, het was al na 12 uur. Dus toen was het echt van... Oh, kut. Kut, ik ben gewoon dom. Kut, de knopjes zijn anders. Oh. Ja. Boom. Lekker bezig, baby. Mijn knopjes zijn zo onhandig. Ik had er 10. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Ja. Sterker nog, het is zo. En dan heb ik nog maar eens nog steeds dezelfde statement. Dat je zo wil winnen. Nou, kijk, weet je wat het is? Meer water. Boeien, Ruud. Boeien. Ik wil gewoon winnen. Dood gaat zijn derde ster kopen. Kijk, weet je, je kunt me wel dit met dat je zo wil winnen. Maar dat boeit me gewoon niet. Van mij mag het. 11. Moet hij daar nou stoppen of niet? Nee. Ja! Oh, please do it. No thanks, ja, dat zou ik ook gezegd hebben. Die ster moet even op een andere plaats komen te staan. Heb je geen twister of zo? Hoe bedoel je? Een twister. Dat hij naar een andere plaats gaat. Oh, nee. Ik dacht eventjes aan het spel, twister. Jongen, ik dacht aan de Pokémon-aanval. Oh, nee. Ja, die. Nee, Twister is echt een orb. Oh, het pakt de helft van de worpen die je nog hebt. Oh, dus dat is gunstig geweest. Ja. Uiteindelijk dan toch. Ik dacht al, welke orb ben je nou aan het spelen, maar dat is duidelijk. Oh, please, pak hem. Ja, dat kan niet, want ik heb geen dingen over. Ik ga het wel doen, alleen ik heb geen stappen over. Dus Toad is altijd gewonnen. Ja, dus hij heeft hem sowieso. Ja. Maar deze gaat wel naar de goede ding. Ja. Volgens mij gaat het zo in een rol, zeg maar, er staan pijlen op. Dus... Ja. Deze gaat dan naar links en dan gaat links naar boven en boven gaat naar onder. Wil ik dat nu gebruiken? Volgens mij niet. Volgens mij boeit dat niet veel. Ik wil op zich al laag gooien. Hey, dat werkte! Oké, de vraag is, wil ik dit? Ik denk... Viewboard. Ik ga even kijken. Ik moet gewoon geluk hebben hoor met de dinges. Ik kan naar boven. Misschien kan ik dan nog een keer geld stelen. Dat zou wel chill zijn.
Oh nee, nee, wacht. Wat lul ik. Nee, dan kom ik hier uit. Orb voor geld. Maar daar zit nu al de ster, dus ik denk dat ik... Hé, hey, Davina, wat wil je vragen? Oh ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dat vind ik ook. Wat dat deed ik nou? Nee, ik deed sure, nee! Oké. Okay. Jammer. Ik had Davina even aan de lijn. Ja, jij leidde me af. Het duurt te lang. Hadden we nou maar een battle minigame dat al het geld weg is van Toad. Ja, waarom is dat nou niet? Oh, dan moet je allemaal op een groene uitkomen, zeker. We moeten grondponden. Daar kan op, ik. Op Montimals. Was je Blacklist aan het kijken? Nee, andere serie. Welke? Nee, Blacklist is afgelopen. Designated Survivor. Oh, is dat leuk? Ja. Nou, hij was vooral spannend. Daarom ging het ook tot 3 uur door. Rip, wij zijn zo hard aan het verliezen. Oh, ja, wacht. Wij ook. Nou, oh, ik miste de gouden. Wij gaan echt nooit winnen, man. Toad, wat doe je nou? Tai. Gaat er dan niks gebeuren? Krijgt niemand geld? Of krijgt iedereen geld? Nee, niemand krijgt geld. Oké. Okay. Dat ben ik. Mijn stream is wel leuk, man. Er is nog niemand komen kijken. Yes. Heb je het wel aangekondigd op Twitter of zo? Ja, ik heb zo'n knopje op mijn streamdeck. Daar druk ik op en op Tweetium, zeg maar. Oh. Wat een kutzooi weer. Hoe kan ik ooit... Ik kan niet meer winnen bijna. Ik vind het vooral kut dat dat totem heeft, zeg maar. Als iemand anders hem had gehad, had ik het niet zo kut gevonden. Maar... Hé, hey Sander, daar stond je net. Oh, ik wou ook no doen. Dat is het kutste. Oh ja, als hij nog een keer komt. Ik wil hem gewoon battelen, eigenlijk. Nou, hij heeft geen geld. Nee, voor een ster. Ja, nee, ik bedoel van als hij er nog een keer komt om te kopen. Hij heeft geen geld. Oh, ja. Dat is chill. Ik denk elke keer dat jij Boe bent, maar jij bent helemaal niet Boe. Hoe zou dat? Nou, dat weet ik niet. Die staat laatste. Oh, vandaar. Ah. Nee, dat... Hij is echt zo'n Mogol, hè? Ja, echt. Dus al de derde keer dat hij iets vreemds doet. Oké, ik heb geen geld. Wat moet ik nu doen? Oh, ik moet naar de ster, snel. Ik heb geen geld om hem te kopen. Dat lijkt me een top idee. Oh. Je hebt de bielen en je hebt Boe, zeg maar. Dat zit op een another level. Ja. Zelfs de bielen zeggen, gast, wat doe je? Krijgt hij nou een futter? Hij is echt zo'n... Hoe dan? What the fuck is dit? Deze man. Deze man is echt niet te geloven. Waarom zit er nooit geld in mijn orb? Help, misschien is dat het. Oké, hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Ik hoop dat ik de timing goed doe. Fucking slim. Het zou een goede play zijn. Als het je lukt, zou het echt goed zijn. Please. Ja! Yes! Oké. Dan moet ik wel de goede kant op. Ja, oké. Niet weer verneuken. Maar jij raakt alleen maar geld kwijt. Ja, goed gespeeld. Goed gespeeld, yes. Eerlijk is eerlijk. Ja, maar ik moet, want... Kijk, weet je, het is... Ik moet gewoon Toad inhalen. Dat is het vooral. Oké. Volgende beurt. Oh, wacht, niemand kan hem kopen behalve jij. Ja, misschien dat jij er nog komt. Dat zou kunnen.
Nee. Ik sta elke keer echt heel ver van de ster af. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, maar dat zei je een hele tijd geleden ook al. Oh, wij zijn samen. Ja. Oké. Maar okay, ik ben echt salty deze game. Ja, dat kan. Oh, je moet hem gewoon niet... Je moet hem één keer indrukken. Oh, nu niet. Nu niet, oh. We zijn fucking goed bezig. Maar deze hadden we echt in de pocket. Nou, dat mag ook wel een keer. Poeh, het zweet staat me op de kop. Van de battle. Ja. Je zag hoe snel wij die wortel trokken in vergeleken met hun. Ja, dat was poch. Oh, ik ga straks gewoon... Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn best doen om op die flipperkast te komen. Het enige waar ik... Zit in deze game? Ja, want die heb ik al ziek gezien. Maar... Oh. Maar dan ga ik wel echt mijn best doen om niet mijn geld kwijt te raken. Oh ja, stel je voor hè, geld omwisselen met Boe of zo. Oh, dat zou kut zijn. Dan ben je echt salty. Dan hoor ik je gewoon, denk ik, salty zijn. Ik denk dat ik er gewoon niks meer ga zeggen, het hele spelletje. Oh, hij komt er net niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb heel veel dingen gedaan. Ja, dat is waar. Oh, hij had hem ook kunnen kopen. Ja. Omdat er geld in zijn ding zat, geloof ik. In zijn... Vandaar. 10. Oh, yo, Steve. Hey. Steve. Hallo. Oh, je hebt 4. Je had nog een hele kleine kans. Nou, nee, eigenlijk nee, ik kan, ik kon er nooit komen. Maar ja, welke kant moet ik nu kiezen? Ik weet het al. Ene waar je het minste coins verliest. Nou, ik zie al dat er geen flutter ligt. Het gaat echt rot, dit potje. Ja. Behalve mijn coins dan, maar verder gaat het ruk. Zo heet. Ik had het gedaan. En dan had je gewoon meteen de volgende ster ook kunnen kopen. Boe had het ook gedaan. Ja, maar Boe had het alleen gedaan als je hem niet had kunnen kopen. Ja, oké, fair enough. Hey. Oké. Ja, misschien had ik hem wel moeten doen, maar ik weet liever... Ik doe het liever als ik zeker weet waar de ster zelf zit, zeg maar. Hier, weer niet bij mij in de buurt. Wat is dit voor een spel? Ik ga sowieso naar boven. Oh, Bowser. Oh, al je sterren kwijt. Kom maar op. Nee. Stop het, Orphut. Nee. Fuck. Steve, met een beetje geluk heb ik morgen mijn... rooster voor september. En dan kunnen we nog kijken wanneer we naar Amsterdam gaan. Equal coins. Bowser minigame. Dan word ik echt boos, hè, dat weet je. Oh, al der orbs. Gelukkig. Anders werd ik echt heel erg mad. Oh, dan boeit het niet of ik deze verlies. Nice. Het boeit me. Die orb. Nu had ik wel die orb moeten gebruiken. Want dan had ik geen orbs gehad. Oh, deze is deze is makkelijk op het moment dat je hem doet in op een controller, maar... Nee, ik kan deze echt niet. Ik kan dit echt niet. Alhoewel, moet ik zeggen, gaat het aardig goed. Nou, het gaat ook echt aardig goed. Lekker, Sander. De vorige keer zat ik echt te struggelen, jongen. Toen zat ik nog bij de eerste Bowser-pilaar toen de tijd afgelopen was of zo. Ja, dat ging wel. Echt. Ja, dat weet ik nog wel. Nee, oprecht. Deze ging nu echt heel goed. Boe heeft ook nog 3 orbs, hè. Die is alle 3 kwijt. Ja, nou lekker voor. Het valt me trouwens wel op bij deze map dat je echt veel orbs krijgt. Ja. Klopt. Had jij een goede orb, of... Weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet, wat betekent geel en zo, die kleuren eigenlijk? Betekent dat iets speciaals, dat de ene dobbelstenen zijn en de ander
Ja, dat heeft wel een betekenis, maar wat het precies is, weet ik niet. Volgens mij is groen dan dobbelsteen. Dat hoeft niet altijd hoor, je hebt flutter is ook groen. Oh. Dan is die waarschijnlijk die je op jezelf gebruikt. Deze maar is wel je leuk. Moet gewoon punchen en jumpen en kicken. En... Volgens mij komt deze ook in de nieuwe Mario Party, deze game. Ja, maar deze is wel leuk, denk ik. Oh, oh. Dit is alleen wat heel vermoeiend. Wat moet ja, dit is echt vermoeiend om met een computer te doen. Gaat hij op me springen en slaan en zo? Echt. Dit is echt vermoeiend met een NPC. Hier, dat bedoel ik. Godverdomme. Oké. De rollen zijn vandaag omgedraaid, Sander. Ja, dat mag ook wel een keer. Wat doet hij? Je hebt hem bijna kapot, gast. Fucking lullo. Nou, je hoeft niet bang te zijn dat je verliest, Sander. Nou, dat doe ik wel. Want Boe kan echt geen... enkele rol doen. Hier, want er staan bijna Toad heeft echt nog niks gedaan. Toad heeft echt nog niks gedaan. Ja. Het slaat niet mij. Wat is dit? Ja, dat had ik zo net ook met Boe. Oké, lekker. Wauw. Misschien haast? Ik weet niet. Volgens mij heb ik ook nog best wel veel minigames gewonnen. Volgens mij jij hebt meer minigames gewonnen dan ik, volgens mij. Ja. Ja, dat gevoel echt, heb ik dus ook. Het gaat echt heel slecht, dit potje. Oh, ik weet hoe je je voelt. Kijk, daar is de flipperkast. Hoe komt dat nou, Sander? Oh ja, ja. Ik zie hem. Nou, ik ga Toad zijn zegje weer doen. Hij gaat ook gewoon actief de ster ontwijken, volgens mij. Oh, nee. Komt hij nou niet op Flipkast? Nee, net niet. Oef. Waar is het? Oh, jij staat rechtsonder. Ah. Ja, dat wordt wel een dingetje. Ja, het is elke keer zo. Dat is echt niet te geloven. Hé, hey, zaten coins in mijn... Wauw, had ik hem daar maar neergelegd. Ho, ho, ho. Als ik nou 50 of zo gooi, word ik echt boos. 20 coins! Het leven. Dit is gewoon ultieme payback. Dit is ultieme payback. Ik voel je pijn. Ik had niet moeten zeggen dat ik 7-0 voor stond, denk ik. Ik zie ook geen uitweg meer. Van dat ik dit nog ga doen. Hey, dat heb ik ook wel eens gehad. Zoals die keer dat het 0 stond. Terwijl je met 5 sterren of zo kon. Ja. Ja. Nee. Dit is ook knap. 2, 3, 4. Wat? Oh, je wordt gewarpt. Nee. Oh, met mij? Kut. Oh, met mij? Ja. Ah, nou, dat mag ook een keer. Wat kut. Ik wil eindelijk... Toad in gaan halen met sterren en dan ga je dit doen. Oh, Sander, mag ik ook een keer? En dat was niet eens mijn orp, hè? Dat was wel jouw orp. Ik verwisselde met jou. Oh, is het dan ook per se mijn orp? Ja. Oh, hij moet weer geld jatten, hoor. Ja, tuurlijk. Oh, dat is balen, Steve, dat je internet te sloom is. Voor wat? Om deze ding te kijken. Maar wordt het nou ook moeilijker hoeveel ik op A druk, tussennet? Nee, jij hoeft volgens mij niet op A te drukken. Oh, ik hoef gewoon niks te doen. Nee. Je 14 coins, doe is normaal. Ik hoop dat hij straks boven komt, de volgende ster. 32 jij gaat sowieso de ster pakken. Coins! Sander, doe eens even normaal. Wat? Ik heb ook een keer geluk. Mag het eens? Nee. Ah, ik gun jou wel één ster. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik gun je wel één ster. Thanks, bro. Ik bedoel, je gaat toch al niet kunnen winnen. Even de knopjes kijken. Luigi moet throw a snowball.
En wij moeten throw a snowball en make a snowball. Oké, dus precies hetzelfde. En volgens mij is deze voor jou echt veel makkelijker. Ja, want wij hebben die aapjes. Ja. Ook gewoon, we hebben nog geen enkel aapje uitgeschakeld. Oh ja, eentje wel. Maar dit is ook gewoon 5 tegen 3, dat is gewoon oneerlijk. Boe, wat doe je? Hij is echt dom. Oh, nevermind. Hij is echt dom. Hij was heel dom bezig. Ik ben zo dom en ik vind Boe echt dom. Oh, nou, sorry hoor. Gast, je kunt nog steeds een ster kopen. En moeilijk doen. Deze man. Krijgt hij een ster, doet hij nog moeilijk, hè? Hey, nou, ik ben er nog niet, hoor. Ik ben er nog niet. Er kan nog van alles gebeuren. Oh, je hebt een ster sowieso. Je staat er echt één vakje van verwijderd of zo. Lul niet. Hier, Boe is nog gewoon dichterbij dan ik. Okay, nee. Boe is niet dichterbij. Oh, daar heb ik echt geluk, jongen. Ik zou dat als Boe denk ik ook nog doen ook. Ja, hij doet het niet, maar... Ik zou dat denk ik wel doen, want jij gaat sowieso die ster krijgen. Ja, maar je kan hem dus nog bijna... sowieso niet daar staan. Het is me een keer gegund, hoor. Nou, dat mag ook wel. Ik zou no thanks doen, hè. Ah, wat zijn we grappig. Eén voordeel... Toad heeft niet zoveel geld. Oh, je bent ook nog dicht bij de volgende. Gaat hij... Oh, nu gaat hij echt weer inhalen, hoor. Altijd. Dat doet deze guy altijd, hè. En mijn zeur. Oh, ik ga zo slecht. Als dat gebeurt, Sander, dan vind ik dat echt heel, heel erg voor jou. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Ik ben nog steeds Sander. Jawel. Weer 2 tegen 2? We hebben wel veel 2 tegen 2. Ja. Slotrot. Als je dat maar weet. Nou ja. Ik snap echt niks van, maar... Oh, je moet dat dingetje gewoon namaken. Oh, ik snap het. Wow. Op zich is het niet zo moeilijk. Oeh. Oh, ik wou zeggen, we staan al direct op de goeie. Wat chill. Boe, wat is dit? Volgens mij... Ho. Ja, ik zit ja, echt met een Downy opgescheept, hoor. Dat is niet te geloven. Je moet wel oppassen met dat woord, hè. We zitten wel op Twitch. Oh. Ik weet niet of dat mag, maar... Ik denk het haast niet. Ik zal het niet meer zeggen, maar ik denk dat het mij... retard ook niet mag. Oh. Oeps. Kom op, Toad. Wat? Oh, je zit echt met een debiel te werken. Ja, nee, ik merk het. Ik zie het. Zegt een man met 3 sterren. Bro, je hebt uiteindelijk nog gewoon gewonnen. Omdat Toad niks kan. Hoeveelste turn zitten we eigenlijk? Oh. Shit, hoe ga ik hieruit? Oh, zo. Je verneukt het weer. Nee. De game werkt nog. 1. Oh, nee. Nee, maar hij gaat sowieso ijzeren de biel. Hij gaat sowieso niet goed. Goh. Nevermind. Hij haalt het niet. Nee, hij haalt het sowieso niet, gast. Net ervoor ook. Het is dat ik hem jou meer gun, maar als ik dat was, dan was ik echt heel salty geweest. Wat niet gek is, want ik sta vaak ook wel laatste, maar...
Tuurlijk! Ik word zo scheidziek van deze game. Niet te doen. Ik hou van deze game. Vandaag. Wel alleen vandaag, jammer genoeg, maar... Oh, en ik ben lekker langzaam. Oké, Toad mag niet winnen. Popstar. Popstars. Ah. Volgens mij is deze als drie mensen veel lastiger, of niet? Ja, nu, je moet omdat zorgen dat je grote halen maakt. Oké, nee, ik neem mijn woorden terug. Ja, maar dat komt omdat wij met z'n tweeën weten wat we doen. Okay. Ik denk als jij één persoon tegen twee computers en één persoon doet, dat het echt niet te doen is. Hoe goed je dan nog wel niet bent. Oh! Nice. Oh! Wow! Ja, Boe heeft hem dan sowieso. Ja, om het nog erger voor mij te maken. Had hij sowieso al. Boe had hem sowieso al. Ja, dat weet ik. Maar om het nog erger voor mij te maken. Ja. Oh, tuurlijk. Okay, wat gaat er gebeuren? Nee, dit is toch gewoon bonus dat... Oh. Wauw, ik word zo moe van deze game. Ja, je had die ster niet moeten winnen, dan was je gewoon laatste geweest. Dan had jij dit gehad. Weet je wat dit betekent? Nee, dat is niet waar, want jij had vet. Weet je wat dit betekent, Sander? Nou. Dat als er een Coinstar komt, dat hij die dan ook nog heeft. Nee, oh... Hij heeft nu vet veel coins. Hoezo heeft die gast ineens vet veel coins? Hij heeft er natuurlijk ineens 40 gekregen. Oh, dit kan heel, heel zuur worden. Oh, weet je, als het lose al coins is, dan word ik salty. Bowser minigame. Hand over all coins. Oh, please. Niet Dizzy. Oh, jawel, jawel. Nee, jawel. Niet Dizzy. Jawel, jawel, dit is goed. Ik hoop dat ik deze kan winnen. Ja, ik weet hoe die werkt. Oké. Okay. Dit is positief voor Boe, want dan kan Boe hem ook niet kopen zo. Oh. Oh, shit. Oh, kut. Hier, dit bedoel ik. Ik ben hier zo slecht in. Hoe werkt dit? Kom op, ga fout. Haal het niet. Haal het niet, Sander. Ah. Weet je wat nu trouwens nog zuurder is? Nou? Dat Boe hem dus niet kan kopen, maar hij is weggedraaid van mij. Dus de ster blijft op dezelfde plaats. Maar ik sta er ook vet ver van verwijderd. En Toad misschien niet, zal maar die ik, heeft zal ik coin. Twee gooien, dan hebben we Flippercast. Ja, doe. Wacht, kun jij dat? Heb jij zo'n shroom dat je dat kunt kiezen? Of? Oh, dat zou best kunnen. En jij hebt wel een Nee, volgens mij heb ik een rode shroom. Oh. Dit vind ik wel grappig, dat hij al zijn coins nou kwijt is. Oh! Hij had sowieso niet. Omdat hij gedraaid is, moest hij nu... Wauw. Wow. 2. Oh, verkeerde knop. Oh, nee. Knop 2. 1. 1. Als je dit nou nog één keer doet, hè, dan heb je gewoon een flipperkast. Yep. Ik hoop het eigenlijk niet, want ik ben bang dat ik dan mijn sterren verlies. Niet 1. Oké, nice. Nee, hoeft niet. Oeh, 3 coins verloren. Oh, ik ben maar alleen. Krijgt Boe ook nog nu. Maakt Boe nu ook nog kans op de coin? Star ja, nee, toch? Ja, jawel. Dus uiteindelijk wie de meeste coins heeft gehad. Cashflow. Oké. Okay. Volgens mij is dit wel een oké game.
Ja, dit is sowieso je krijgt, toch? Ja. Geld. Ja, dat sowieso. Ja. Ja. Weet je wat? We zien wel hoe het loopt. Moet je over die... Oh, nee, je moet gewoon... Nee! Niet die dingen. Je moet die spiny shells pakken. Oh, ja. Nou, dat werkte toch niet zo goed bij mij. Het leek alsof ik dood ging toen ik dat deed. Kan dood dat? Pakte gewoon weer die zaak. Ja, maar ik ging dood toen ik die spike shell pakte. Nou, dat weet ik. Was ook een grapje. Oh! Jongen, deze man zit me gewoon te saboteren dat je zo wil winnen. Hey, dat is mijn tekst. Maar een beetje mijn catchphrase jatten. Ja, dat doe ik maar al te graag. Oké. Oh, als hij nou eentje minder had gegooid, kwam hij op mijn orb. Ik weet niet wat die orb doet, maar hij kwam dan wel op mijn orb. Oh, dat is boe natuurlijk. Ja. Ik denk ook, waarom denk je ook dat jij dat boe. Nee. Ik ben ooit wel een keer boe geweest, toen was jij Toadette volgens mij. Ja, zie je, ik denk dat ik daar mee in de war ben. Eén. Oh, nee. Toen jij Toadette was, toen was ik Luigi. Hmm. Dus ik weet het ook niet. Dat is al helemaal verwarrend. Voor mij. Ja. Oké, okay, sluggish. Oh. Nice. Oh, wat kut dit. Oeh, die doet wel pijn. Hé, hey, een 4-player minigame. Bestaan die ook nog? What the fuck? 4-player minigame? Dat is nieuw. Memory Lane. Memory Lane. Volgens mij hebben we die ook wel dus gedaan. Ja. Oh ja, deze. Dat is op zich niet zo moeilijk. Je moet gewoon het doolhofje nadoen, toch? Mm-hmm. Ja. Oh, oké, okay, die was makkelijk. Oh, oeps. Oh, die was makkelijk. Wat? Oh, jij was er al. Oh, yeah, I'm a winner. Ik had helemaal in mijn hoofd geteld 2-4-4-2. Maar... Oké, okay, ik heb in ieder geval Boo's hoogste aantal nu oh, dat is gepakt. Ik ga eerst weer dood. Gaat hij nou iets doen met die Mega Shroom dan? Ja, weet ik niet. Ik weet niet waar die staat. Kan ik ook niet zien. Oh nee, dat is niet gunstig. Oh jawel, dat is wel gunstig. Hij heeft niet genoeg coins. Hij heeft niet genoeg coins. Wat een sukkel. Dat is voor ons wel gunstig. Oh, wat gaat hij doen? Oh, hij gaat mij battelen. Oh, please, ja, geen mij. Mini... Nee, sowieso mij. Please, geen... Geen luck minigame. Ik hoop zo dat hij hem pakt, jongen. Ik hoop eigenlijk dat niemand wint, maar dat kan niet. Want het is allebei nadelig voor mij. Ja, Thai, maar dan... Nee, volgens mij kan dat niet met een. Volgens mij kan dat niet met een. Battle minigame. Oh. Je moet A pressen, dus deze win je sowieso. Oké. Oh, nee. Lucky girl. Niks lucky, jongen. Ik zat die A te spammen alsof ik dood ging, jongen. Echt. Tjong. Sanne, je weet het wel dat het nu bijna onmogelijk wordt voor mij om nog van jou te winnen. Dat geeft niet. Jawel, met flipperkast. Ja, oké. Het is wel mogelijk. Je zult zien, gaat het ook Oh, hij kan hem kopen. Oh, dat was eventjes wel heftig, man. Oprecht. Intens. Ja, maar echt. Maar echt. Oké.
Echt, jongen, ze doen het er echt om. Hoezo, zit hij weer ver bij jou weg? Ja, weer achter me. Oef. Ik denk dat Boe het dichtstbij staat. Ik moet echt gewoon... Verder ervan af kan bijna niet, zeg maar. Oef. Wauw. Ja, dat is niet gunstig. Even doe even flippertas voor mij met je blauwe shroom. Nee. Dat durft hij niet, hoor. Dat durft hij niet. Nee, dat is te grote risk. A risk I'm not willing to take. Boe. Nee, ik ben Joshy. Oh. Hij leert het ook nooit, hè. Hij leert het ook nooit. Ah, die was wel grappig, Sander. Die was wel grappig. Cashapult. Cashapult, let's go. Oh ja. Move. Ah, gewoon move, oké. Okay. Dat zal wel. Deze is niet zo heel intens. Nee. Dat lijkt er ook wel op. Toad, wat ben jij voor een idioot? Hey, Boe, wat doe je? Toad! Kijk dan wat die Toad doet! Wat is dit? Deed hij überhaupt iets dan? Nee! Ik behaal al dat ik die ene miste. Hé, hey, maar je hebt alsnog 16 coins ja, erbij. Ja, die heb ik allemaal zelf gepakt. Mr. Salty Man! Ja, echt hoor. Ik ben echt geïrriteerd. Mag ik zo'n Slander Salt in Milan's chat? Dat mag. Oké. Oeh, wat doet dit? Ja, die geeft coins aan Boe. Ja, dat is op zich, dat mag. Ik vind het wel naaiend. Dan win je een keer. En dan heb je dus één kijker die ook nog eens niet reageert. Echt, hè? Oh, hij gaat naar de ster. Ja, maar Sander, daarom moet je er ook een YouTube-video van maken. Nou, wie weet. Ik bedoel, ik win een keer, misschien. Dit is best gunstig voor mij. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb... Ja, zeg maar, morgen heb ik een video. Dat is die Pokémon-kaart video, waar ik het laatst in... Oh, dat is lullig voor jou. Hoe werkt dit? Nee, ja. Wat kut. Maar, ja... Ik heb morgen heb ik een Pokémon kaart video. Pokémon kaart voor die week. Video? Ja. Wacht, wat voor Pokémon kaart video? Over dat mapje dat ik had gekregen. Oh ja. Had je dat al gezien? Ja, dat jij. Ja. Wauw, en hij krijgt weer een DK bonus. Ik stop met deze game. 5. Oh, kom op. Dat is op zich niet. Maar hier heb je dus ook wel solo games. Of solo winst. Nee, maar ja, voor de rest heb ik nog niks voor de woensdagsvideo's, zeg maar. Dus ja. Op zich, misschien dat dit potje er een wordt. Ik denk niet dat dat genoeg is. Ik kan geen nul gooien, dus... ik kan hem sowieso niet pakken. Oh, Donkey Kong volgens mij. Nice. Derde, ik krijg geen bonus. Dat weet je niet. Dat bedoel ik. Echt niet te geloven. Maar het kan dit. Nog een DK minigame kan toch ook? Nee, in deze game niet. Oh. Weer één banaan ook. Hoezo? Waar slaat het op? Waarom staat ook weer banana shake erbij? Omdat er maar 3 Donkey Kong games zijn. Echt? Ja. Wauw, wat lame. Oké. Deze is ook niet heel veel leuker.
Waarom hebben ze die games dan, als ze niet leuk zijn? Maar in die nieuwe Super Mario Party die gaat komen, zeg maar. Ja, Mario Party... Daar gaat geen Donkey Kong nice. Spul zijn, toch? Ik stop. Oh, wat? Ik stop gewoon. What happened? Ik sprong naast een barrel. Oh! Je moest dus... Oh, zo werkt hij. Ik snap nu wel hoe die werkt, nu de game afgelopen is. Goed, wat wou je vragen? Ik weet het niet meer. Over Super Mario... Of nee, over Mario Party Superstars. Ja, daar zitten geen Donkey Kong minigames in, want Donkey Kong is daar een playable character, toch? Ja, dat klopt. Het is ook grotendeels gebaseerd op de eerste drie Mario Parties, die we misschien ook wel een keer kunnen doen. Volgens mij kan je dit ook wel via Dolphin doen. Ja. Of niet via Dolphin, via Project 64. Ja. Oh, wauw, wat zonde. Ja. Alhoewel, ja, weet je, hij moet toch op ooit een keer... Hier, play een minigame. Ja. Die hebben we nog niet gezien. Mag ook wel eens een keer. Circuit Maximus. Ken ik deze? Volgens mij wel, maar... De naam zegt me wel iets, maar... Oh ja. Oh, deze. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. We kunnen het. Misschien. Go. Nou, dat gaat wel goed. Oh, kut. Ja. Je moet gebruik maken van de invincibility frames. Ja. Dikke tip. Ja, dat doe ik ook. Oh. Ah, ik denk niet dat ik ga winnen. Nee. Oh, jij. Ah, nou dan maar. Goed. Wel nieuw record. Nou. Dat betekent ook niks, omdat we elke keer op nieuwe save files spelen. Dat vind ik ook wel jammer, dat de save files niet gewoon blijven. Maar ja. 1. Hij heeft 3 keer zoveel gegooid als dat je vroeg. Ja, nou ja, in ieder geval niet al te veel. Hij met zijn DK bonus, lul. En ook nog even 3 van die coins. Ja. Yeah. Oh ja, ik zou dat wel doen. De laatste beurt. Echt? Is het de laatste beurt? Ja, de laatste of de ene laatste. Ja, de ene laatste denk ik ook trouwens. Nee, het is de laatste. Nou ja, dan maakt het niks uit. Oh, dan moet ik sowieso één van mijn orbs gebruiken. Ik hoop dat ik een dubbele mushroom heb, want ik ga anders één gooien. Een 3-dubbele zelfs. Nou. Dan heb je 2 sterren misschien. Oké, Sander. Wat ga je doen als ik hem nou alsnog de hele party win? Zie je, anders had ik 1 gegooid. Zie je dat? Wauw, wat een dievenspel is dit. Ga niet haten, gast. Je kunt nog winnen. Ja, maar ik dacht als ik nou veel gooi, dan kan ik misschien ook de volgende ster kopen. Ja. Nou, dat hoeft niet hoor. Nee, ik zou wel echt salty zijn. Nee, dat had ik niet kunnen komen. Ik ga daar ook nooit kunnen komen. Oh, dat is alleen voor mijn orb. Dat is niet zo erg. Nou. Oh nee, we hebben allemaal oors verloren, terwijl we geen beurten meer krijgen om hem in te zetten. Nee! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ik net ervoor uit. Ja, ik kan het beter maar gewoon doen. Gewoon voor los. Want ja, weet je... Ja, misschien had ik proberen op ergens anders op uit te komen, maar... Kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ik probeer het maar gewoon, maar volgens mij mis ik hem dus net. Ja.
Het zou er nog eens bij moeten komen. Hey, Munty! Leuk dat je er bent. Ja, toch weer inmaken. Waarschijnlijk. Want hij heeft meer coins. Ja, maar na deze minigame niet meer. Hoezo? Nee, deze minigame ga je vast wel weer winnen en dan... behalen. Nou, deze is wel moeilijk. Hier, dat bedoel ik. Ik ben slecht in moeilijke minigames. Deze vooral met toetsenbord niet echt heel chill. Wat? Hij drukte niet op A. Tyfus! Okay. Ik heb hem ook niet gewonnen, maar dat maakt niet uit, want jij hebt nu niet meer coins dan ik. Ja. Munty zegt, ik beloof trouwens vandaag dat ik lief zal zijn tegen Sander. Of ik dat ga volhouden, dat weet hij nog niet. Kijk, Muntbal. Zie je dit? Ja, hij ziet het dit niet. Dit is nog heel eventjes... Ja, als ik hem nou nog win, Sander... Echt, dan spijt het me oprecht. Weet je, Moet je maar dan... €100 doneren. Nee. Weet je wat ik dan doe? Dan krijg je van mij 10 TCG online cards. Oké. Okay. Ja? Fair enough. Als ik deze nou nog win, dan ben ik wel super blij, dan weet je dat alvast. Maar ik denk het niet hoor. Minigame Star, dan wordt... Minigame Master heb jij, sowieso. Denk je? Ja. Ik denk uiteindelijk toch... Nee. Ik kan nog winnen, dan moet ik er twee... Moet ik je andere moet zien krijgen. Dat ik eerste stond. Orbstar, die heeft... Het is wel triest overigens dat een computer... Wauw. Ja, nee, je hebt gewonnen, Sander. Nee, die hebben ook alle twee 4. Echt waar? Ja, dus ze kunnen nu nog... Oh, wee, als ik niet... Dan ben ik echt wel salty. Maar ik heb... Oh, je hebt gewonnen. Yes. Gefeliciteerd. Volgens mij ben ik gewoon laatste. Volgens mij ben ik gewoon laatste geworden. Ja, ik ben gewoon laatste geworden. Dit potje was echt niet te geloven. Ja. Sander, wees dus blij. Ik moet op A drukken? Ja, ik moest even mijn streamtitel veranderen naar Milan's winning streak. Is over. Verbreken. Het staat 7-1. Ja. Gaming as winnaar! Ja, zeker! Zeker! Lekker! Oh, trouwens, Boe had wel 4 sterren. Ja. Maar Toad niet. Even kijken, want volgens mij... Oh, we zijn beide evenveel roodvakjes gekomen. Dat had ik niet verwacht. Ik 7 keer op vraagteken. Holy shit. Ik zei het ook toen ik Ed zag. Oh, dat is goed bezig. Goed bezig. Jij wel 2 keer DK. Ja, waar ik nog geen bonus had. Een minigame voor iedereen. geniaal. Ja, dit was niet mijn potje, maar toch.